Het is de tweede dag van de wandelvierdaagse. En vandaag start hij vanuit Siebengwald. We zijn er al de stad nabij. Zeer betrouwbaar. Echt? Cool. Ja. 2019 heb ik toen tegengehaald. Ja. Met zijn kinderen. Hey. Hallo. Hallo. Hi. Het weer is wel beter als gisteren. Heerlijk. Ja, gisteren hebben we moeten stoppen. Zij kon het niet volbrengen. Zij was zo bang voor het onweer. Ja, maar dat snap ik ook wel. We waren 20 minuten aan het wandelen en het flitste en het deed. En dan luister je naar de kinderen. Alle begrip voor, of niet? En dat vonden ze daar ook bij de klaproos. Dus we hebben evengoed onze stempeltjes gehad. Ja, ik denk dat ze dat wel hebben gedaan. Ja, en nou is het lekker. Weer een nieuwe poging. En we gaan er weer vol tegenaan. Succes ermee. Ja, dankjewel. Miranda, of niet? Ja. Ik ben een collega van Claudia. Oh. Die liep straks. Die lopen er daar en dan die daar. En dan wat zou het verschil? Hoeveel kilometer hebben jullie? 5. Tussen 5 en 10 verschil. Ja. Dus een paar meter gedaan. We hebben net in de natuur gelopen. Heren, hoe gaat het vandaag? Ja, je mag Theo tegen mij zeggen. Mag ik Theo zeggen? En dit is Chris. Dit is Chris. En dat is Gerry. En jij bent? Miranda. 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 Ja, die moeten we hebben. Ja, we zagen jullie gisteren ook lopen. Ja, dat klopt. Ja, maar toen was hij er niet bij. Nee. Nee. Dat kan niet. Hij is een droog weerloper. Mooi weerloper. Ja. Hoeveel kilometer lopen jullie? 15. Samen de 15. Samen de 15. Ja, samen de 15. Ja. Gisteren hadden we heel slecht weer. Ja. Toch doorgelopen, zag ik. Ja. Tuurlijk. Tuurlijk. We blijven door gewoon doorgaan. Heen, gaat het wel een beetje makkelijk? Oh, door de blaren heen. Ja, echt een zinvol gesprek is dit niet. Helemaal niet, eigenlijk niet. We zijn hier neutraal, leuk. Iedere middag zijn we zenuwachtig voor de volgende dag. Voor de volgende dag. Ook flink geoefend. Ja. Rust hè, overdag is het rust. Ja, hè? Maar uitslapen. Van tevoren hebben we flink geoefend. Die 6 weken voor de tijd. Hebben we de 4 dagen. Iedere dag rust. Oh. We hebben geoefend met de 4-daagse van Nijmegen. Ja. Oh, dan moet dat een makkie zijn. Ja, dat is een makkie, ja. Nou, ik zou zeggen tot de volgende keer. Ja, tot morgen. Tot morgen. Ja, tot morgen. Goed morgen. Goed man. Goed man. Hoi. Hoi. Doei, doei. André. Hallo, hoe heet jij? Xander. Xander, hoe ver loop jij? 5 kilometer. En ben je moe? Nee. Nee? Nee. Helemaal niks? Nee. En gisteren met de regen? Best wel. Best wel, dat is niet zo leuk hè? Nee. Nee, en nou gaat het goed? Ja. Prima. Gaat het goed hier? Ja hoor, helemaal prima. Fijn. Niet moe? Ben je niet moe? Nee. Ga maar gauw drinken. Hoi Paul. Ah, hallo. Ja, de jeugd wil ook even hoi zeggen. Doe maar even zwaaien dan allemaal, want dat hoort er ook bij. Cheers. Hoe gaat het de tweede dag? Ja, het gaat goed. Ik heb het grootste stuk gedouwd. Ik had tegen Tony ook gezegd van sta op tegen kanker, maar ze blijft gewoon zitten. Dat werkt vandaag niet. Dat kan eigenlijk niet, Tony. Nee, dat gaat niet. Nee. Zweepslag, daar doe je niks aan. Dus dat wordt het duwen. Nee, ze doet mooi met. Dat is ook al heel wat. Ja, maar het gaat prima. Dus we zijn tevreden. En al reacties gehad op het filmpje gisteren? Het werd heel veel gedeeld en heel veel bekeken, dat had ik al gezien. Het zag er ook mooi uit, André. Prima gefilmd. Nee, maar dat is fijn. Ja, ja. Jullie doen het voor een goed doel, dus dat is fijn dat het veel bekeken wordt. We kunnen natuurlijk niet zien hoe de opbrengsten zijn naar aanleiding van de eerste dag en de film. Maar
wat ik zo op het, want dat kan trouwens ook, hè, mensen kunnen via het werk eventueel ook via het banknummer van www.toesupport.nl doneren, gaan we hard over de vier cijfers heen. Dus dat gaat de goede kant op. Dat is heel veel. En de kinderen, houden die het een beetje vol? Ja, we hebben een luidsprekerinstallatie bij, dus het is Guus Meeuwen, Schouwenhezen, noem maar op, dat wordt allemaal meegebruld. Dat gaat prima. Fijn, nou, dat is in ieder geval vandaag droog. Ja, gelukkig wel. Dat was het erg gisteren. Nou. Gisteren was het erg. Ja. Ik zou zeggen, succes en we spreken elkaar morgen weer. Dat is goed, dankjewel. Dit was de tweede dag van de wandelvierdaagse vanuit Siebengwald. Morgen is er weer een nieuwe dag, die start in Nieuwbergen en hopelijk hebben we dan weer zo mooi weer als vandaag.